Kloes van Mechelen had vaak het idee dat hij op het verkeerde been werd gezet. Maar als hij dan weer terugkeek, dacht hij, nee, dit is het goede been. En... Nou ja, dat zijn zijn woorden, moet je zeker reageren. Nee hoor, nee, hoeft helemaal niet. Zijn uitspraken, bijvoorbeeld door Harry Roure, die noemt jou de meest onderschatte kunstenaar van Nederland. Of van de wereld misschien wel. En Willem de Ridder vindt jou, een collega eigenlijk, vindt jou een creatieve pestkop. Nou, en Rogier Proper hebben wij ook nog op ons lijstje staan. Dat is oud-regisseur. Hij is mede samensteller van Ronflonflon met Jacques Plafond. Die vraagt zich af hoe je hard geworden tegelkit kan verwijderen. Wie vroeg dat? Ik zat wel eens even... Rogier Proper. Oh, Rogier, ja. Nee, ja. Maar dat was in zijn... Dat is in zijn rol van Jaap Knasterhuis. Ja, dat. Maar hij vroeg het zich ook werkelijk af. Want jij hebt nogal wat met tegelkit, zei hij. Ik was in die tijd... thuis wat aan het verbouwen. Ik was veel met tegelkit bezig. Jaap Knasterhuis, die rol is ontstaan. Dat ik gewoon allerlei karakters... Dat begon, werd op plaats van een hoorspel. Dus gewoon met een hele eenvoudige presentatie. En in de loop van 9 jaar waren er 25 karakters... en 30 of nogal meer afdelingen met jingles en noem maar op. Dus ik had mensen nodig, maar een budget alleen maar voor presentatie... en plaatjes uitzoeken, verder niet. Nee. Dus iedereen moest meespelen. En toen is Rogier Proper is Jaap Knasterhuis geworden. Die een film, door het bedoeling was dat hij films ging bespreken. Omdat hij was toen hoofdredacteur van het ter ziele gegaane blad Scope. Oh ja. En als zodanig leek me leuk om films te bespreken. Maar daar kwam het eigenlijk nooit van. Ging en dat ging meer op tegelkit. Echt een karakter. En hij begon altijd over tegelkit. Wat doe je nou? Nou, zie je toch? Dat doe ik thuis ook zo vaak. Doe je dat thuis ook? Is iets... probeer het eens. Hij belt vast nog wel een keer. Als de bedoeling is dat ik opneem. Ik zou het doen. Ja. Daarom staat hij hier. Daarom staat hij. Ja, ja. Ik dacht, dat is een gemene truc. En zeg maar, hallo, met Wim. Ja. Hallo, u zit wel in een live uitzending. Hallo, Wim. Ja, wie? Kijk, hartstikke mooi. Wim met Lex Molenaar. Lex! Ik bel even over de zwevende steen. En ik wil je eigenlijk er even aan herinneren... dat ik eigenlijk ontzettend vaak met heel veel plezier terugdenk aan onze samenwerking. Ja? Hoe gaat het met jou? Wat doe je op het ogenblik? Ja, onwijs goed. Wat, nou, wel onwijs goed. Maar wat is, doe je dan zo goed? Zo onwijs goed? Nou ja, ik ben hier nu op vakantie, dus dat is best wel goed. Ja, maar waarom ik bel is eigenlijk om je te zeggen dat ik gewoon ontzettend gewaardeerd heb hoe we hebben samengewerkt. En dat ik, ja, twee dingen wil ik eigenlijk zeggen. Het eerste is dat je echt een talent hebt om je onmogelijke voor te stellen. En dan heb je ook nog het lef om dat vervolgens voor te stellen aan wetenschappers en techneuten. Nou, maar en, mag heel even inbreken in je stroom, woordenstroom, want ik wil iets wederzijds. Ik denk er met zoveel plezier aan terug en ik zou best weer eens wat nieuws willen ondernemen ook. Kijk. Ik heb wel contact op het ogenblik ook nog met Delft, met de TU Delft, of andere projecten. Ja. Maar ik zou jou toch ook alweer eens willen zien en ik ben benieuwd wat je allemaal aan het doen bent. Je was met auto's bezig ook, met... Met allerlei magnetische dingen in auto's, met elektrische aandrijvingen en andere zwevende oplossingen. Ja. Misschien moeten jullie een afspraakje maken. Misschien moeten jullie nog eens bellen, maar dan een later tijdstip. Dat gaan we hier niet allemaal uitleggen. Maar, dat bel wel even apart voor. Ja. Nou, het leuk dat ik je even aan de lijn had. Je staat nog steeds in mijn contactadressensysteem, dus ik kan... Prachtig. En je kwam ook naar het Wuivend Graan kijken, toch? Met je hele schoonfamilie. Weet ik nog. Daar heb ik voor Ja, dat zeker weten. Wij zaten in de tribune. Zeker weten. Ja. Goed. Nou, jullie bellen elkaar nog over nieuwe projecten wellicht. Ja, verder bellen. Ja, je kan nog even praten, want Martine gaat nu foto's... Ja, dit is... Nou ja, dit is alweer. Ik vind het vrij lang gesprek voor iemand die eerst wilde ophangen. Dag Lex, dankjewel. Dag Lex, dankjewel. Tot ziens. Oh. Goed. Maar met Lex heb je dus het prachtige project gedaan van die zwevende steen. Wat op zich... Die stoelen zitten ontzettend ongelukkige. Gaat het weer, Wim? Ja. We laten hier 3 foto's zien. Ja. En wij vragen jou, wil je 1 foto daaruit kiezen en vertellen waarom je die kiest? De trompet. De trompet. Dus dan gaan de poes en het vlees... Vlees hebben we het ook al over gehad eigenlijk. Poes en vlees gaan weg. Maar wat de trompet. Waarom kies je deze foto? Is dat?
Dat zeg je? Nou. Waarom is het? Ja. Nee. Ik vind het een spelletje. Dat is gewoon leuk. Het is leuk. Ja. Nou, fijn. Volgende onderwerp. Waarom kies je de trompet? Omdat ik een koperliefhebber ben. Het muziekinstrument, koper. Je speelt hem zelf? Ook. Ik speel zelf een beetje, maar trompet moet je echt elke dag spelen. Als je die doet, loopt het al achteruit. Dus met piano spelen eigenlijk ook. Maar dan merk je dat minder snel. Maar je embouchure loopt dan terug. Je moet die spieren, die gaan als je die niet specifiek... Ja, en dan was het merkwaardige was, dat deed ik al voor. En die bleek ook van trompet, die trompet te spelen. Dat is heel grappig. Dat was leuk, ja. Nee. En je lippen maakt, zou je lippen met dat kommetje, maakt het instrument. Maar wat wil jij er nou aan veranderen? En het hangt van de lengte. Variëren van de lengte kan je aan een trombone goed zien, dit. En heel veel mensen denken, als je hem uitschuift, gaat hij laag en dan weer gaat hij hoger. Dat is vaak heel anders. Je komt bij elke stand kom je in een andere reeks. Pop, 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 kan je spelen. En dan pop, 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 als je één ding indrukt. Dan pop, pop, pop. Dus al die combinaties van die drie kan je een chromatische toon laten spelen. Dus allemaal met een halve noot. Ja. En dan kan je overal blue note spelen, wel een beetje. Hou vol! Hij gaat hem echt zo pakken. Blijf bellen. Ik dacht dat je een serieus programma wou maken. Nee, ben gek. Zet je de telefoon? Ik moest mijn telefoontje afzetten. Ja, maar omdat we bang waren dat zal. Wel klinkt hij helemaal niet hieruit, hoor. Maar ben je niet benieuwd? Het is echt een leuk iemand. Pak er maar even. Je vindt het echt leuk, denk ik. Hallo? Ja, met Vrouwtje. Vrouwtje? Ach. Ik ben ook een bruggetje. Ja, nou wel een heel lief bruggetje. Oh, hoe is het met je? Oh, en ik had zo'n leuke foto van ons samen gestuurd. En? Die is er ook, die hebben ze nu niet zien. Ik zie wel een leuke foto van jou nu. Ja, maar zie jij jezelf? Ik zie jou niet, hoor. Ja, ik zie jou wel, omdat ik tv kijk. Maar straks Kijk, als de cameraman nu even op ons zie, achter hem zie je nu... De foto waar jij ook daar op staat. Zijn wij. Dat is 12 jaar geleden. Oh. Ja, maar weet dat hou je toch. Dat hou je toch, dat hou je toch. Ja. Hey, maar wat leuk, heb je een speciale reden dat je belt? Of ik ben vorige week door de redactie helemaal uitgehoord. Over wat ik allemaal aan persoonlijke sleaze en dirt over je wist. En dat was natuurlijk helemaal niks. En wat ik heb lief dat je gewoon zegt helemaal niks. Dat vind ik heel lief. Ja. Dit gaat ze ook niks aan, hè? Toch? Dan gaan we toch niet allemaal die een beetje aan de... Grote klok hangen? Ja. Ja, dat was probeerde ze iets wat dat willen ze altijd wel bij de televisie. Boekje, wat ik met Ingmar over je heb geschreven. Ja. Maar uiteindelijk vonden ze toch het allerleukst dat je me met je oneindige mensenkennis een verkering van 4 jaar hebt bezorgd. Dus nu ben ik het bruggetje naar het onderwerp mensenkennis. Hey. Maar wat moet ik daar dan op zeggen? Nou, niks, maar... Ja, ik wil wel vertellen hoe het ging, hoor. Nee, ja? Vertel eens hoe het ging. Ik zat met Wim op het spuien boekjes te signeren. Wat inhoudt dat Wim voornamelijk handtekeningen moest zetten, natuurlijk. En toen kwam er van de overkant een jongen aanlopen en riep Wim heel hard... Kijk, dat is de nieuwe vriend van Vrouwtje Tuinman. En nou, toen werd dat nog zo ook. Kijk. Nou, dat verhaal. En jij kende die jongen niet? Jawel. Oh. Ja, maar hij zag het ook meteen. Tot zover. Het is echt heel goed bedankt allemaal. Tot zover, Prakje. Hé, maar verder gaat het wel goed met je? Verder gaat het uitstekend. Ja, ja. En er komt een nieuwe bundel net uit, toch? Nee, een roman. Roman? Oh, ja. Goed. Ja. Je houdt het niet goed En hoe heet die roman? Ja, vertel dat nog even. In januari. In januari heet de roman. Ja, ja, mooi titel. Ja, hè? Ja. Dankjewel. Ik moet dankjewel zeggen, want ze kijken me lachend heel kwaad aan. Met een lachend gezicht kijken ze me kwaad aan. Dat kunnen ze bij de televisie allemaal. Nou, we spreken elkaar nog, hè? Vast wel. Dag. Dag. Dag, vrouwtje. Dankjewel.